Hallo. Het is vandaag de 17e. Dus als het goed is, worden we vandaag officieel eigenaar van het huis. Hey. Kijk, ik leer even een boertje. Excuse me, Lamon. Kijk, de auto zit al vol. En nu moeten we het nog uit. Daar. Dan gaan we naar de achterkant van de camper. Die is ook vol. Dus nou moet dat. En dat. Bij elkaar in de auto gaan passen. Dus er wordt een soort, noem je dat? Mikado'en. Nee? En dan moeten we nog spullen hoor je dat ook weer met die blokjes? Ja. Lucio Werner. Doe je even Lucio Werner na. Nou, we hebben allemaal onzin dingen, maar ja, je moet toch mee, hè? Dus we gaan even puzzelen om het in de auto te krijgen. Is het gelukt? Het zit erin. Kijk, en we hebben nog plek over. Deze doos is leeg. Ik dacht, daar kan nog een doos met rommeltjes. Daar is nog plek en daarboven nog. Dus we kunnen nog gaan shoppen. En in de dakkoffer hebben we ook nog ruimte voor de kleren. Dus het moet lukken. Hè? Helemaal goed. Voor vandaag... Hij zit 10 centimeter gezakt auto. Oh, de elandjes moeten nog mee. Ja. Oh, mazzel moet nog mee. Oh ja. Oh ja. Een bordje van de mazzel. Oh nee. Oh, het zonnetje. En daar liggen de lege dozen. Dus nog even opruimen. En dan stoppen we ermee voor vandaag. Het is vandaag de dag voor vertrek. De auto is ingepakt. Hallo. Hallo. Wat ben jij aan het doen? Ik ben de route erin aan het zetten. Alvast de route erin aan het zetten. Maar even wennen. Even wennen, hè? Nieuwe auto, nieuwe navigatie. Kijk wel af. Dakkoffer ook vol. Auto vol, nog twee rugtassen erin voor aan boord. En dan zijn we er klaar voor. Wij zeggen tot morgen. Hallo, goedemorgen. Hoe is het? Nou, vroeg. We hebben vol. Het is 5 uur. Kwart over 5. Rotterdam wordt wakker. Het is 5 uur. Rijnmond wordt wakker. Spijkenissen wonen ze staat te wachten op de bus. Ja, Radio Rijnmond draait een plaat waar je de bollen van verstaat. Genoeg gezongen, we gaan... het is 4:15, ik kan het zien. Ik ben nog wel vergeten ook, zie ik. Je bril. Mijn bril. Dan gaan we er niet komen. Ga lekker een stukje rijden. Iedereen is wakker, behalve mazzel, kijk. Ik denk, mij niet bellen. Ik blijf hier. Maar goed, we zijn er klaar voor. En we gaan 640 kilometer auto rijden. En dan gaan we even een stukje varen. Een stukje auto rijden. En dan zijn we er alweer. Nou, we hebben de klederdracht aangetrokken. Sjok zit aan de koffie. Eerst even een bakkie. En dan wil iedereen alvast bedanken. Alvast, nee, nog bedanken die onze goede reis heeft gewenst. Dus hartstikke bedankt daarvoor. En avontuur gaat beginnen. Het is vandaag 24. Maandag 24 januari. Maandag 24 januari. Dus we komen een beetje in de spits. Dus we hopen dat we een beetje door kunnen rijden. Maar dat gaan jullie zien. Nou, de auto zit vol. Kijken of we ons er nog in kunnen wurmen. Gas erop. En dan gaan we. Hoe zeg je dat in het Zweeds? Hé, gas erop. Ik weet niet wat gas is. Weet ik niet. We gaan even een bakje doen. Hey. En dan gaan we de laatste dingen uit de camper doen. Dan gaan we de camper op slot doen. De camper even stallen. En dan gaan we pleiten. Yes. Houdoe. Goedemorgen. Welkom bij Ik Vertrek. In dit programma volgen we Nederlanders die op het punt staan te emigreren.
Vandaag volgen we Dick en Jacqueline en hun 6-jarige Jack Russell Mazzel in een avontuur en met hun vertrek naar Zweden. Afscheid nemen van vrienden en familie doen ze niet. Doen ze niet, want die leggen allemaal nog op de nest. Dus bij deze houdoe. Nee, nog wat? Ik weet niet of je scherp bent. Maar... Nou, het is donker nog, mensen. Het is, hoe laat is het? 6 uur of zo. Kwart over zes. Kwart over zes. En we rijden nu bij Hellevoetsluis. Juist. Dus. We zullen straks weer filmen als het wat lichter is. Als het wat lichter is. Gas erop. Houdoe. Houdoe. Hallo. Proost. Eerste tussenstop. Even een bakje halen. Auto gaat goed. En het is niet druk op de weg. Het was natuurlijk maandagochtend. Ik denk, nou, er wordt file bij Rotterdam, file bij Utrecht. Helemaal niks. En geen mist. En geen mist, ze hadden mist voorspeld. Dus ja. Maar noppes. Dus we zijn voorbij Amersfoort. En richting Hengelo rijden we nu. Hengelo. Hengelo, dat lag vlak bij Almelo. En bij Dinterlo, hoor ik het weer. Otterlo. Otterlo. Weet ik niet. Maar goed. Prima te doen zo. En even een bakje doen en dan gaan we weer door. Duitsland! Gassen. Hallo, het gaat goed. Waar zijn we? We zitten tussen Bremen en Hamburg in. We hebben nog steeds nul files. Dus we kunnen al een boot van een dag eerder pakken, denk ik. We zijn vroeg, maar ja, beter te vroeg dan te laat. Zo is dat. Dus het is. Even kijken, weer even inhalen. Het is 11:45 en volgens de TomTom zijn we er 10:10 al in de haven. De boot gaat om 7:00, dus. 7:15. 7:15. En volgens mij mag je al om 4:00 of 5:00, maar in het weekend was het 4:00 en na het weekend 5:00 of andersom. Dat je er al op mag. Maar ik kan het even niet terugvinden. We gaan het zien, we moeten nog even tanken, want dat doen we ook even. Dat scheelt toch weer percentjes. Of boterhammetje eten of zo. Dus het gaat in ieder geval hartstikke goed. Alleen bij Hamburg moet het even afwachten. Maar hij gaat lekker. Ik durf niet te hard te rijden, anders waait de schoonmoed eraf. Zijn we in Hamburg? Links aanhouden. Hamburg. Hamburg. Nog geen file. Schudde. We rijden in het centrum van Kiel. Kiel. Op zoek naar de haven. Zweden Keizer rechtdoor. Oh, Zweden Keizer rechtdoor. We zijn er al. Dat is de boot. Eerst rechts. Hier zijn we bij de Zweden Kaai. Nou, we zijn niet de eerste, maar of 10 staande. Dus het valt mee. En kijk, hier is de boot. Let op. Het is geen klein ding. Daar begint hij al. Kom geen tanjo. En als jullie nou denken, is het scheerapparaat kapot? Die is niet kapot. Die zit ergens daar tussen. Dus, 2 dagjes. Nou, we gaan even een stukje wandelen. We laten de auto hier maar staan. Want voor 5 uur gebeurt hier toch niks. Dus gaan we even kijken of er in Kiel wat te beleven is. Daar zijn we. Het centrum van Kiel. Hier is alles open. Restaurants. Kun je gewoon lekker gaan eten. De Primark hier. We hebben de Primark, we hebben alles. De C&A. Gaan shoppen. Nou, dat kan in Nederland ook. Ja, dat is het. En hier kun je ook eten. Nou, in Nederland ook bijna. Nou, we gaan even kijken of er nog wat leuks te zien is. Heb je al gekocht? Nog niet. Nog niks gekocht. Want dat is het groot centrum. De auto is vol, hè? Oh ja, auto is vol. Morgen niks meer kopen. Veel zwervers. Ja. Het zijn wel leuke winkeltjes, maar het valt wel op dat je veel zwervers ziet.
Een echte straatartiest. Hoor eens. Jimi Hendrix. We rijden op de boot. We gaan het schip in. We gaan het schip in. We zullen straks wel even filmen, want we gaan even alle spulletjes pakken. Going up. We komen up, up. Kijk eens, mijn broer is er ook. Allemaal broers. Kijk eens, heel je gang staat volgens mij. Nou, we gaan even op zoek naar de kamer. 8th floor. Okay. Doors opening. Gewoon filmen. Ook oh, visie goed, denk ik. Zeg 8. Dat is toch wel goed. Okay. Cabins, moeten we daar aan. Oké, okay, we gaan zoeken. Het moet niet donker zijn, dan vind je de kamer nooit meer terug. Oh, kijk hier. Voor de doos. 8, 2, 5. 2, 8, 2. Oh ja, we zitten in het midden, hè? We hebben geen zeezicht. Nee. Nou. Open de gate. Open de gate. Misschien. Jammer, joh. Jammer, joh. Top. Ja, gauw. Kom maar zo. Kijk. Hoppatee. Daar zijn we. Helemaal goed. Ja toch? Ja toch? Al het gelijk even hier kijken natuurlijk. Kijk eens, koekdoos en een douche. Helemaal goed. Zo, alsof we blij. En televisie. Oh, dat is een beetje water. Nou, een stukje gelopen. Hier is het hondendek. Ik kan ook je eend meenemen. Ruikt hij niet zo fantastisch. Maar als jullie afvragen waar de hond het moet doen, is hier zo. Maar ja, voor Mozel is dat gewoon goed genoeg. Het is bijna een windstil. Het is voor het eerst als we gaan varen. Normaal hebben we altijd harde wind. Moet er nog een uurtje wachten, gaat hij varen. Nou, de hut is helemaal prima. Houden wij het wel in uit in de hut, dus helemaal goed. Je kan zien dat hij helemaal aangespookt is. Dus helemaal goed. We gaan even kijken verder op de boot. Ik weet niet of ik veel kan filmen, maar we mogen natuurlijk geen mensen filmen. Dus eventjes kijken op de boot. Zo druk is het op de boot. En het 11e dek. Daar stonden we net beneden. Even kijken, ik kan nog wat hoger. Hier waait het wel. Tja, geel doorheen. En koud. Ik heb geen jasje om. Ik ben ook mijn steun vergeten. Dus als het beeld een beetje schudt, helaas.
Kijk hoe zitten. Even kijken wat zwembad is. Zijn ze vergeten? Ja, daar kijk ik helemaal open dek. Kan je even te zien in zon, het is donker, maar. Het ruikt hij naar eten en niet eten. Dit is hem. 11 dekken. En hij zit op dek 8. Vlak bij het restaurant. Dus dan gaan we nu eens even kijken. Ik heb even een rondje gelopen door de boot. Een paar restaurants en souvenirshop. Maar er lopen overal mensen, dus dat heb ik maar niet gefilmd. Maar we zijn aan het varen. Kijk. Daar gaat hij. Dit hebben we als diner. We hebben diner hier, want ja, we kunnen natuurlijk niet weg met z'n tweeën. Wat hebben we voor diner? Gegrilde kippenpoot. Gegrilde kippenpoot. Met aardappeltjes en sla. En sla. En dan hebben we nog een beetje kaas en zo. Dus we gaan ons best vermaken in ons hutje. Goedemorgen. Het is 6 uur. En we zijn bijna aan de overkant. We gaan even lekker douchen. En dan gaan we de boot weer af. Ik weet niet, het is een beetje donker, kijk. Nou, goed te slapen, redelijk goed. Jacky was aan de overkant, die is al aan het douchen. Toch wel ideaal zo'n hutje, kijk. We hebben nog een soortje cola gekocht. En één blikje was namelijk 3 euro en 24 blikjes 11 euro. Dus dat wordt sjouwen. Nou, gaan zo even eruit en dan gaan we ontbijten. Good morning. Oftewel, goedemorgen in het Zweeds. Ik doe mijn best. We zijn er bijna 1,5 uur. Kijk, het wordt een beetje licht al. Lekker rustig weer. Hij doet een beetje onscherp, hè, af en toe. Maar prima overtocht. Moet alleen nog even koffie zien te vinden. Ja, het is 7:30 open. Dus dat even afzien. Het is zover. We hebben land in zicht. Ik weet niet of het te zien is al op de camera. Maar... er staat een pittig windje boven. Nou, het waait bijna helemaal niet hard hoor, maar... omdat je hier bovenop staat. Maar waanzinnig mooi. Echt waanzinnig mooi. Helemaal geen controle. Maar de
heenweg wel, hè? Ja, in Duitsland zijn in Duitsland we, moet je alles laten zien. Dus, stoplicht. Nou, keu, we hebben keu. We moeten nog 318 kilometer. En dan zijn we er. Dus, het is, 0 graden, maar dat zei je al. Even stoppen, want het is oranje. Water. Hallo. Hallo. Goedemorgen en goedemiddag. We zitten op de route 62, oftewel route 62. En we moeten nog 71 kilometertjes, dan zijn we er. Dus het schiet lekker op. Het is, je kan het zien, een klein beetje witte wereld, maar het valt ons mee of tegen. Het is maar net hoe je het ziet. Hè. Maar we hadden meer sneeuw gedacht. We hadden meer sneeuw verwacht eigenlijk. Ja. Maar ja, het is goed te rijden, dat is wel fijn. Dus we hobbelen lekker door. En nog even kijken. Kwart over één, precies een uur. Dan zijn we er. Niet schoon. Maar ja, gaat goed door. Ja, dat is even inkomen. Ja, even winnen. Hier denderen ze vol gas overheen. Weet ik niet. Even oefenen. We zijn er. We zijn er wel, denk ik. Welkom. Dat is toch tenminste een auto. Ja, ja. We gaan even kijken. Even een rondje doen. Straks binnen filmen. Hè? Yes. We zijn er. Prachtig toch? Hé? Hey. Min 5. En er zit nog een konijn onder de schuur. Ik ben wel een beetje bang dat mazzel eronder gaat, dus dan moeten we nog eventjes wat aandoen. Daar komt die. Het enige wat je hoort is kettingzaag. Dit was het weer voor vandaag. Dit was de heenreis. Zijn jullie nou ook benieuwd hoe het huisje eruit ziet en wat voor avonturen we allemaal gaan beleven? Blijf dan kijken. De volgende vlog komt zeer binnenkort. Wanneer weten we niet, wanneer we tijd hebben. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En de mazzel. Hey daar.